Eloze van Oranje onthult of ze ooit een vriendje heeft gehad. Eloze van Oranje, de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, heeft tijdens een vragenrondje op Instagram onthuld over haar liefdesleven. Op de vraag of ze wel eens een vriendje heeft gehad antwoordt ze, ja. Verder vertelt ze dat haar hobby's afspreken met vriendinnen, kleding verkopen en hockeyen zijn en dat ze een poosje in Engeland heeft gewoond. In het vragenrondje praat de 18-jarige gravin verder over de studie die ze graag wil doen, de hotelschool in Amsterdam. Hopelijk word ik toegelaten, want dit is echt een studie die ik heel graag wil doen, vertelt Eloze. Ik wilde altijd al een studie doen waar je internationaal bezig bent en veel nieuwe mensen ontmoet. Alle vragen zijn hierboven in de video te zien. Eloze is de laatste tijd enorm actief op social media. Ze post regelmatig selfies en onlangs heeft ze een enorme mijlpaal mogen vieren, 20.000 volgers op haar Instagram-account. Trots heeft ze het resultaat met haar volgers gedeeld, ongelofelijk.